Twee doden, twee vermisten en 15 gewonden na enorme gasexplosie in flat Diemen. Tientallen bewoners zijn geëvacueerd. Een zwarte dag voor Diemen. Bij de gasexplosie in een flat aan de Beukenhorst zijn donderdag 2 doden gevallen. Ook zijn er nog 2 mensen vermist. 15 bewoners raakten gewond. Bij de rampplek staat verslaggever Anne Kruijsen. Anne, de eerste uren na de explosie leek het erop dat het meeviel qua gewonden. Klopt, we kregen van de hulpdiensten te horen dat er 4 mensen, of herstel 3 mensen gewond zouden zijn geraakt. Eentje daarvan zou zelfs ook al uit het ziekenhuis zijn geweest. Maar vanmiddag, zo'n 1-2 uur geleden hebben we begrepen dat er inderdaad dus 2 doden zijn gevallen. 2 vermisten en 15 gewonden. En onder die vermisten was ook een medewerker van de woningbouwvereniging De Kei. Die was op dat moment bezig met werkzaamheden aan het pand. Een grote schok hier dus in Noord-Holland. Het begon allemaal vanmiddag om 4 uur met een explosie veroorzaakt waarschijnlijk door die werkzaamheden aan een gasleiding. Die explosie was zo groot dat daarbij een brand is ontstaan. De hulpdiensten rukten groot uit. Ambulances moesten hier naartoe komen. Traumahelikopters die vlogen af en aan om gewonden weg te brengen naar het AMC. Een grote schok dus voor Diemen en voor heel Noord-Holland. Je moet je voorstellen als er iemand in die flat is en je weet niet hoe het met diegene gaat, dat natuurlijk heel erg is. Ook deze man die kan dat vertellen. Die was vanmiddag zijn vriendin kwijt. Ik kom kijken. Ik heb hier een kennis wonen. En die krijg ik niet te pakken. Ja, het maakt me best ongerust. Dus ik probeerde te bellen, maar het is iedere keer de voicemail. Maar ja, wacht af. Wonen ze dichtbij? Ze wonen eigenlijk een meter of 20 van het houtwerk waar de klap is gebeurd. Dus... Bent u al bij het ziekenhuis geweest? Nee, ik ben nog niet bij het ziekenhuis geweest. Ik probeer er iedere keer te bellen en ik ga even binnenkijken. Misschien dat ze daar is. Hoe kunt u aan die informatie komen? Nou ja, agenten vragen. Misschien binnen weet er iemand iets. Succes. Ja, en hopen dat ze bij u terugbelt. Hoop het ook. Ja, dank u wel. Ja, en zo'n tientallen buurtbewoners zijn geëvacueerd. Hier even om de hoek. Daar is de burgemeester, Amy Koopmanschap, ook geweest. En voor haar kwam ook de klap hard aan. Beukenhorst bestaat uit 2 flats. Een laag en een hoog gedeelte. Het hoog gedeelte is de explosie geweest. Daar wordt momenteel gekeken of er sprake is van instortingsgevaar. En ook de lage flat, daar is het elektra afgesloten. Daar is Liander mee bezig, maar dat zal vandaag in ieder geval niet meer aangesloten worden. En ook de hoge flat, daar kunnen mensen niet naartoe. Dus we zijn bezig met het regelen van opvang in hotels en dergelijke als gemeente. En mensen kunnen natuurlijk ook kijken in hoeverre ze zelf bij familie of kennissen terecht kunnen. We zijn nu alle mensen aan het registreren. Dat is nog even een stevige klus. Mensen zitten hier ook al even, dus die willen natuurlijk ook eten en drinken. Dus dat is onze eerste zorg nu. Ja, en hier even verderop was ook het Diemenfestijn aan de gang, waar ook een kermis was. Die is afgelast. Over de gewonden is weinig bekend. We weten wel dat 6 van de 15 gewonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Dankjewel, Anne Kruijsen. De bewoners van de flat in Diemen kunnen dus voorlopig nog niet naar huis. Ze worden opgevangen in zorginstelling Berkenstede. En daar staat Doron Sayed. Doron, hoe is de situatie daar bij Berkenstede? Ja, de burgemeester vertelde al over het eten en het drinken dat naar deze opvangplek werd gebracht. Nou, ik zag net pakken melk, water, drinken, schalen met broodjes naar binnen worden gebracht. Hier dus achter mij, waar in elk geval 100 mensen zijn opgevangen, geëvacueerde mensen. En eerder vandaag spraken we er ook een aantal van. Naar Diemenfestijn met onze bewoners. En dan kom je terug en dan tref je dit. Maar er zijn een aantal mensen, een aantal bewoners die nog in de bussen zitten van ons. Die dus vanuit dat uitje zijn en die zitten dus nog in die bussen. Die willen niet eruit? Nee, die kunnen niet eruit. En die mogen er niet uit. Het verkeer. Ja. Dus het is vreselijk. Ja, het is hoop emoties denk ik ook. Zijn er veel mensen verdrietig, emotioneel? Ja, maar dat is logisch. Ja. Dat is logisch. Wat zeggen ze dan tegen u? Nou, tegen mij niet, maar ik hoor om me heen hoor ik wel dingen dat ik zeg van ja. En dat vind ik ook niet anders dan normaal. Chaos natuurlijk. Mensen die zijn onzeker. En huizen die zijn vernield natuurlijk. Dus ze weten gewoon echt niet waar ze aan toe zijn. Dus
Er zal nog een voorlichting gegeven worden, denk ik. Dus het zal een late avond worden. Omwonenden, bewoners en tussendoor hoorde je ook een hulpverlener. Iemand die in dit opvangcentrum werkt normaal gesproken als bij de technische dienst. En vanavond een luisterend oor is en met de mensen spreekt. Jeroen Nan is van de brandweer, van brandweer Amsterdam-Amsterland. Voor het laatste nieuws, het luisterend oor, dat vinden ze binnen. Maar dat laatste nieuws, hoe zit het met de stand van zaken? Wat is er gebeurd in die flat? In die flat is vanochtend dus die gasexplosie geweest, waarbij helaas twee mensen zijn omgekomen. Op dit moment is er sprake van 15 gewonden, waarvan er 6 naar het ziekenhuis zijn overgebracht. En zijn er nog 2 mensen vermist. Dat wat betreft het menselijke gedeelte, als je kijkt naar het pand zelf, dan is een deel van het pand dusdanig instabiel dat daar geen mensen terug kunnen. Een groot deel, of in ieder geval de hele hoogbouw, zit zonder gas en elektra. Daar kunnen de mensen vanavond ook niet terug. En in de laagbouw is een deel, heeft nog wel elektriciteit en een deel niet. En het deel zonder elektriciteit, daar wordt ook opvang voor de mensen wordt voor gezorgd. Ja. En weet je hoeveel mensen dat zijn bij elkaar? Nee, in totaal weet ik nog niet precies om hoeveel mensen dat gaat. En weet je dan over die mensen die hier binnen zijn, over de opvang, hoeveel dagen dat misschien wel gaat duren voor ze? Ben jij daarvan op de hoogte? Nee, ben ik niet van op de hoogte. In ieder geval is het dat vanavond niemand terug kan. Morgen wordt er verder naar het pand gekeken. En voor een deel van de hoogbouw gaat het ook alleen om het feit dat er nu geen gas en elektra is. Die ziet het bouwkundige zie dat er, wat ik begrepen heb, redelijk goed uit. Maar goed, morgen zal daar meer bekend over worden. Ja, wij staan bij zo'n rood-wit lint. Is dat een groot gebied, dat afgezette gebied? Het gebied is in eerste instantie natuurlijk groot afgezet, omdat je nooit weet wat er nog kan gebeuren. Inmiddels is die afzetting wat minder groot en vanavond wordt in ieder geval de flat die wordt afgehackt, zodat daar niemand bij kan. Dankjewel. Jeroen Nan van de brandweer Amsterdam-Amsterland. En hier binnen dus ontzettend veel mensen, heel veel geroezemoes. Het opvangcentrum vlakbij het explosiegebouw. Dankjewel, Doron Sayed. En tot zover onze extra nieuwsupdates over de ramp in Diemen. Hou onze website en app in de gaten voor het laatste nieuws. Dag.